Ziggo Live, live vanuit Club Ziggo. Het is een volle bak en terecht ook, want er gaan hier hele gave dingen gebeuren op dit podium. Sven Hemmensel gaat zo meteen spelen. Er zijn gave dingen die eraan gaan komen. Een nieuw album, op 7 februari komt hij al uit. The Usual Suspect. En natuurlijk gaat dat gevierd worden met een hoop optredens en ook festivals. Onder andere Bospop en Zwarte Cross Festival. Zometeen hier op het podium, eerst een interview met Jan Douwe. Sven, voor diegenen die het nog niet weten, Hemmensel komt van Sven Vigé. Ja. Hoe lang bestaat de band nu? We zijn in 2006 begonnen. Dat is heel kort, maar we kennen jou als muzikant al heel lang. Ja, ik ben als muzikant sinds 1996 professioneel actief. Ja. En op een gegeven moment had ik zoiets van, ik wil nou eens een keer niet met, weet je, als sideman met allemaal artiesten spelen. Ik wil mijn eigen bandje en gewoon lekker op het Hammond-orgel. Toen zijn we naar vocal features gaan zoeken. En toen hebben we met heel veel verschillende vocalisten zijn we aan de gang geweest op ons eerste album. En toen we met ons tweede album eigenlijk al bezig waren, kwamen we Ivan tegen. En dat was echt een soort van paf. Op een gegeven moment in de muziekindustrie was ik meer achter de schermen als songwriter. Ben Saunders, Lisa Lois, Cherry Anne. Maar daarvoor zat ik in een boyband. Dus ik ben wel gewoon altijd gestart als zanger. Een mooi boy. Die baard die verhult dat. Goed, dat is wel een mooi verhaal. Hè? Laten we eerlijk zijn dat je de bescheidenheid zelf bent. Want een heleboel zangers hebben zoiets van, kijk mij nou. En alles wat er achter mij is, dat is de band. Nee, dat heb ik niet. Maar dat heeft ook wel te maken met mijn achtergrond. Mijn achtergrond is gospel. En in gospel is het niet zozeer dat je als zanger naar voren springt en hier ben ik. Nee, dan gaat het om de boodschap.